Pick it up last name. Ik open deze academische zitting waarin de heer Raven het academisch proefschrift getiteld Optimizing Hepatitis B Prevention and Control in het openbaar zal verdedigen. Ik heet natuurlijk de kandidaat en de paranimfen van harte welkom. Ook het promotieteam, professor Hoebe, professor Visser, dokter Houtvast, dokter Steenbergen, de leden van de oppositie die u dadelijk gaat ontmoeten. Welkom ook aan familie en bekenden hier en natuurlijk de mensen die online zijn, ook allemaal. Meneer de kandidaat, u kunt beginnen met een korte presentatie van het werk dat u in uw proefschrift gepresenteerd hebt. Geachte mevrouw rector, geachte leden van de corona, beste familie, vrienden. Ik zal u de komende 15 minuten een uiteenzetting geven over mijn proefschrift met de titel Optimizing Hepatitis B Prevention and Control. Dit proefschrift gaat over hepatitis B, dat is een virus dat een leverontsteking kan veroorzaken. Het wordt overgedragen via bloed of besmette lichaamsvloeistoffen. En belangrijke transmissieroutes zijn van de zwangere moeder naar het kind toe, met name rondom de bevalling. Via seksuele overdracht kan het worden overgedragen. Of via besmet bloed, dat wordt, komt in een wondje of slijmvlies en zo een infectie kan veroorzaken. De gevolgen van een acute infectie die zijn afhankelijk van het moment waarop je besmet raakt. En met name de gevolgen waarbij ook langdurig het virus in het lichaam aanwezig kan blijven. Namelijk het optreden van een chronische infectie. Betekent dat op het moment dat dat gebeurt rondom de geboorte is het ongeveer 95%. En naarmate je ouder wordt neemt dat risico af tot 5% bij volwassenen. Hoeveel mensen zijn besmet? Er zijn schattingen over in de wereld, ongeveer 257 miljoen. In Nederland is de meest recente schatting in 2018 ongeveer een krappe 50.000. En waarbij ongeveer 15-40% van de personen die een chronische, dus langdurig het virus in het lichaam heeft, zal ook ernstige complicaties ontwikkelen. Dat zijn met name leverfibrose, leverkanker of leverfalen. En het zijn deze complicaties die ook de ziektelast van hepatitis B met name veroorzaken. Dan is het belangrijk om te weten hoe je ook de ziekte kan voorkomen. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is er een vaccin dat op het moment dat je blootgesteld wordt aan het virus besmet raakt, je er niet ernstig ziek van wordt. Daarnaast, aangezien niet iedereen gevaccineerd is, is het belangrijk om ook transmissie te voorkomen. Bij de zwangere vrouw rondom de bevalling betekent dit dat je de vaccinatie van de pasgeborene naar voren haalt binnen 24 tot 48 uur. Ook kant-en-klaar antistoffen meteen toedient en op indicatie de zwangere ook kan behandelen met antivirale middelen, zodat de hoeveelheid virus lager is, dat de transmissie minder waarschijnlijk is. Daarnaast bloedveiligheid belangrijk, het screenen van donoren. Veilige seks is een route om het te kunnen voorkomen, of een manier om het te voorkomen. En veilig naaldengebruik, met name bij mensen die injecterend drugs gebruiken. Een andere manier om ziekte te voorkomen is het tijdig opsporen van mensen met een chronische infectie. We weten dat vaak die complicaties waar ik het net over had, pas na jaren optreden. En wanneer je tijdig personen weet te behandelen met antivirale middelen, dan is het risico op die complicaties wordt sterk gereduceerd.
In mijn proefschrift heb ik mij gericht op het eerste onderdeel, vaccinatie, en het opsporen van chronische dragers. Hoe werkt een hepatitis B-vaccinatie? Je spuit met een vaccinatie een klein onderdeel van het virus in het lichaam. Hierbij worden afweerstoffen aangemaakt die zeer specifiek gericht zijn tegen het hepatitis B-virus. Een eerste serie is in principe dat je 3 maal deze stappen doorloopt. Het bestaat uit 3 vaccinaties. Vervolgens kun je de hoeveelheid virus of de hoeveelheid antistoffen meten in het bloed. En daarbij kun je afhankelijk van de hoogte aangeven of iemand wel of niet beschermd is. Boven de afkapwaarde ben je beschermd mocht je blootgesteld worden aan het virus. Onze eerste vraag in het proefschrift van hoofdstuk 3 was dan ook: hoe goed is eigenlijk de meting van de antistoffen? Waarbij we hebben gekeken naar een aantal klinisch belangrijke afkappunten. Bijvoorbeeld die van: ben je beschermd of niet beschermd? Dit konden we doen doordat er data beschikbaar zijn afkomstig van kwaliteitscontroles waar laboratoria aan meedoen. En ook daar, op het moment dat je iemand aangeeft dat hij beschermd is, verwacht je ook dat wanneer eenzelfde sample wordt aangeboden aan een ander meetsysteem, dat dan ook eenzelfde waarde eruit komt. Op basis van deze data van kwaliteitscontroles konden we zien dat er toch wel soms wat verschillen in bestonden en 2 assays, tenminste de meetsystemen worden ook assays genoemd, af en toe ook lagere waarden gaven ten opzichte van de overige meetsystemen. In deze figuur ziet u ook dat op het moment dat er geen bescherming is na een eerste serie, dan praat je over non-responders. En onze volgende vraag was ook: hoe goed kun je die non-responders beschermen? Daarbij is het goed om te weten dat het huidige beleid in Nederland bestaat uit 3 vaccinaties met 1 maand ertussen. En na afloop meet je weer de hoeveelheid van antistoffen. En het doel van het onderzoek was eigenlijk tweeledig. Enerzijds hadden we een vraag, namelijk welk vaccin kun je het beste geven? En de andere vraag die we hadden was: is het ook mogelijk om minder vaccinaties te geven? Of zit je toch vast aan die 3? Om antwoord te krijgen op de eerste vraag is een studie opgezet die in meerdere centra in Nederland heeft gelopen, waarbij er in het totaal van de 480 deelnemers die meededen, 459 de hele serie hebben afgemaakt. Mensen werden ingedeeld willekeurig in 1 van de 4 groepen. Ofwel de controlegroep, dat was eigenlijk het huidige beleid zoals het nu in Nederland is. Of werd ingedeeld in 1 van de vaccinatiegroepen waarbij je een vaccin kreeg aangeboden. Wat ook geregistreerd is in Nederland en ook tegen hepatitis B bescherming kan geven. Door aanvullend een aantal bloedmonsters extra af te nemen en op bijwerking bij te houden, konden we de gegevens verzamelen om een antwoord te krijgen op die vraag. Namelijk, welk vaccin kun je het beste geven aan non-responders? En daarbij zagen we dat 2 vaccins effectiever zijn dan het huidige beleid. Op die tweede vraag, kun je minder vaccinaties geven? Daar kwamen we eigenlijk ook op, of sterker nog, kun je vaccinaties op maat geven? Dus meer specifiek op de persoon die voor je staat. Daar kwamen we op toen we opnieuw naar onze data keken. En opnieuw praten we over mensen die geen bescherming hebben, die dus onder die afkapwaarde zitten. En we zagen dat er eigenlijk 2 groepen waren. 1 groep met mensen die helemaal geen antistoffen hadden. En 1 groep die wel wat antistoffen had, maar nog altijd te weinig om te praten over bescherming. En als we dan keken op de horizontale as ziet u het aantal momenten waarop er gevaccineerd is. En op de verticale as het percentage mensen dat beschermd is. Dan zag je bij de groep die geen antistoffen heeft een heel ander patroon dan bij de personen die wel antistoffen hadden. Had je geen antistoffen, dan was elke prik die je aanbood, gaf een klein deel van de mensen extra bescherming. Terwijl wanneer je keek naar de mensen die al wel wat antistoffen hadden, dan was die eerste vaccinatie, daarbij werd de grootste klap in bescherming gegeven. De vervolgvaccinaties voegden niet zo heel veel meer toe wat betreft extra mensen die beschermd waren. Opnieuw de vraag, hoe goed is die meting van antistoffen en dan nu gericht op die lage groep die geen bescherming heeft? Deze vraag kon beantwoorden door samples te hertesten met andere meetsystemen en opnieuw weer. Als iemand was geclassificeerd als zijnde hij heeft geen antistoffen, zou je dat ook weer terugzien als je datzelfde sample aanbiedt aan andere meetsystemen. En dat onderscheid tussen weinig en geen antistoffen zagen we terug ook bij de andere meetsystemen. En daarbij hebben we ook een afkapwaarde weten vast te stellen die dat onderscheid goed kon maken. En daarbij een belangrijke vraag: kun je minder antistoffen geven? Minder vaccinaties geven, was dit ook mogelijk wanneer je rekening hield met die onderscheid tussen weinig en geen antistoffen op basis van die afkapwaarde,
En zo konden we een nieuw revaccinatieschema voorstellen, waarbij tot 20% minder vaccins toegediend hoeven te worden ten opzichte van het huidige beleid. Het tweede deel van het proefschrift ging over het opsporen van chronische dragers. Hierbij hebben we eigenlijk gekeken naar het aandeel dat SOA-polies hebben in het opsporen van chronische dragers. En dan de SOA-polies waar zorg wordt gegeven binnen Centra voor Seksuele Gezondheid. Aan specifieke doelgroepen op indicatie wordt er kosteloos, kan er SOA-zorg gegeven worden. En de vraag die we hadden was, als we kijken naar hoeveel personen met een chronische infectie wordt er in Nederland opgespoord, dat weten we en dat is meldingsplichtig, welk aandeel is dan afkomstig vanuit die SOA-polies? En dan zagen we dat 1 op de 10 chronische dragers werd opgespoord binnen een SOA-polie. Als we verder keken naar deze groep, van wie zijn dat dan? Dan zag je dat met name het merendeel van de personen met een chronische infectie binnen een SOA-polie opgespoord was. Of een persoon met een eerste generatie migrant of iemand mannen die seks hebben met mannen. Deze twee groepen maakten daarin de meerderheid uit. Dit was overigens ook door de jaren heen een constant aandeel van ongeveer 10% per jaar. Goed. Samenvattend, is het mogelijk het optimaliseren van het beleid, het hepatitis B preventiebeleid? Dit proefschrift laat zien dat dat mogelijk is. En dat op het gebied van personen die na een eerste serie niet beschermd zijn, dus de non-responders, zijn er betere vaccins om te gebruiken. Bij deze personen is het belangrijk om bij het revaccinatiebeleid ook die titerhoogte mee te nemen in het beleid. Daarnaast, bij het opsporen van chronische dragers, benut maximaal de SOA-polies voor het opsporen van chronische dragers en richt je daarbinnen vooral op die eerste generatie migranten en mannen die seks hebben met mannen. Graag geef ik nu het woord terug aan de prorector. Dank u wel, meneer Raaf. Dan gaan we nu naar de oppositie en die wordt geopend door een van de leden van de beoordelingscommissie, dat is professor Richardus. Die is hoogleraar infectieziekten en publieke gezondheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het is online en dank u voor deelname vanuit Rotterdam. De Universiteit van Maastricht is altijd heel blij met gasten van buiten. Het woord is aan u. Dank u wel, prorector. Meneer de kandidaat, allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met een heel mooi proefschrift. Met heel veel genoegen en interesse gelezen. En ik wil natuurlijk ook uw promotores en co-promotores van harte feliciteren. Een proefschrift is altijd het werk van een heel team. En mogelijk zijn er nog meer mensen betrokken die eigenlijk ook bij deze felicitatie betrokken moeten zijn. Terwijl we nu langzamerhand aan het einde van de COVID-19-epidemie komen in Nederland, tenminste dat hopen we, dringt het tot ons door dat er ook nog andere infectieziekten bestaan. En infectieziekten waarvan de agenda eigenlijk ook nog niet afgerond is. En hepatitis B hoort daar wat mij betreft ook bij. Nu is mijn eigen ervaring met alle aandacht die er geweest is en nog steeds is voor de COVID-19-epidemie, dat ik ook met wat andere ogen ben gaan kijken naar de oude vertrouwde infectieziekten en met de oude en vertrouwde problemen en vragen. En ik vind toch dat de afgelopen jaar ons toch bepaald heeft bij allerlei zaken die misschien toch in een wat ander daglicht komen te staan, met name rondom vaccinatie bijvoorbeeld. Wat is vaccinatiebeleid? Wat betekent dat? Wie zijn er? Komen daarvoor in aanmerking? Wie reageren daar goed op? Wie niet? Enzovoorts, enzovoorts. Dus ik ga u een aantal vragen stellen rondom misschien wel hele basale begrippen uit uw proefschrift. En misschien dat we dat een jaar geleden of twee jaar geleden misschien geen eens aan de orde hadden gesteld. Misschien was het niet zo'n discussiepunt. Maar een van de kernbegrippen in uw proefschrift is protective immunity. En dat heeft een bepaalde definitie gekregen, gebaseerd op antibody response. Dus het is beschermend bij een anti-HBS van meer dan 10 units per liter tegen HBsAg. 1 tot 3 maanden na laatste vaccinatie.
Ook in uw toelichting heeft u steeds over die protective immunity. En eigenlijk is alles daarop gebaseerd. Als het te laag is, dan is er geen bescherming en dan moet er van alles gebeuren. Als het voldoende is, dan is de routine aanpak van vaccinatie goed. Maar in hoeverre is er eigenlijk een evidence-based voor deze definitie? Dus in hoeverre weten we dat het ontbreken van die antistoffen, of met name dat die, als die beneden die threshold is, dat dat geen bescherming geeft? Dus mijn vraag is eigenlijk of u mij toch nog wat vanuit de evidence daarover kan vertellen. Met name volwassenen, want ik begrijp dat veel evidence ook gebaseerd is op baby's. Dus in hoeverre is er inderdaad een relatie tussen die thresholdwaarde met transmissie? Voorkomt het inderdaad transmissie om boven die drempel uit te komen of niet? En hoeverre reduceert het ziektelast? Dus een beetje terug naar de basis. En ik hoop dat u me iets kunt uitleggen over de grondslag, de evidence base van deze threshold. Hooggeleerde opponent, dank voor uw complimenten en uw uiteenzetting. En wat betreft uw vraag, dit gaat over inderdaad basale begrippen. Dit hele proefschrift rondom het non-responderbeleid is opgehangen aan die afkapwaarde van 10. En dat is eigenlijk gebaseerd op studies. En als ik me dan richt op volwassenen, bijvoorbeeld uit de jaren 80, toen er nog werd gevaccineerd met plasma-vaccins. Hadler heeft in de New England Journal of Medicine in 86 geschreven, dat was een Amerikaanse studie, onder mannen die seks hebben met mannen, hoog risicogroep. Transmissie van hepatitis B, die volgde, personen werden gevaccineerd, de titer werd bepaald en vervolgens werden ze 5 jaar opgevolgd in een hoog risicosetting. En dan werd er in die jaren die daarop volgden gekeken, vindt er transmissie plaats en zo ja, bij wie? Infecties komen voor, ook na vaccinatie. Klinisch relevante infecties, dus dat er ook chronisch dragerschap ontstaat of een ernstig klinisch beeld ontstaat, dan zie je dat als het ware bij personen die een afkap hebben boven de 10, bepaald in een periode, zeg 1 tot 3 maanden, in die studie werd er overigens langer naar gekeken, dat je als het ware, als je boven die waarde zit, dan zie je als het ware die chronisch dragerschap en complicaties niet voorkomen. En er is ook gekeken naar hoeveel infecties treden er op. Dus dat ook transiënt een anti-ABCOR ontstaat. Dan zie je als het ware dat hoe hoger ook die titer is, hoe minder infecties er voorkomen. Maar goed, uiteindelijk gaat het om... het voorkomen van infecties aan zich is niet het belangrijkste. Het gaat om de ziektelast. En dan is die afkapwaarde van 10, en er zijn andere studies gedaan in Gambia, maar dat is bij mijn weten met kinderen. Vooral ook weer dezelfde opzet, dus follow-up, mensen in een hoogrisicosetting bekijken en zien bij welke afkapwaarde vinden er wel infecties plaats en bij welke niet. En dan komt toch consistent die 10 naar voren, meer recent. In Zweden is er 20 jaar follow-up onderzoek heeft plaatsgevonden onder drugsgebruikers. Blomé heeft dat gepubliceerd in Vaccine. Ook daar zie je, dat was in die zin uniek, dat er ook vrij frequent bij de personen die drugs gebruiken, in die jaren opvolgend er ook bloed is afgenomen om te kijken, zien we bij personen die dus op voorhand geen aanwijzing hadden voor een infectie, gevaccineerd zijn, de titer is bepaald en in de jaren erop zien we wel of geen dragerschap ontstaan of andere markers van hepatitis B-infectie. Ook dan zie je weer toch terug dat die titer boven de 10 het chronisch dragerschap voorkomt. En aangezien de chronische dragers uiteindelijk ook complicaties kunnen krijgen en tot ziektelast kunnen leiden, is dat een afkapwaarde die denk ik nog steeds wel overeind staat. Ja. Is daarmee... Ja.
Ja, ik zit daar heel goed in. U bent dus wel op zich overtuigd van die afkapwaarde. Het is natuurlijk uiteindelijk toch een klein beetje arbitrair, maar voor u is er voldoende bewijs dat dat een werkbare effectieve afkapwaarde is. Ik heb een public health achtergrond. Als ik zo naar u luister, ook wat betreft het aantal, wetende dat het aantal mensen met die onder die threshold zitten, die is heel laag, dat is een paar procent, meen ik, is het vaccineren of het alternatief vaccineren of een andere aanpak van deze mensen, is dat een public health maatregel in uw ogen of is dat individuele gezondheidszorg? Ik denk te begrijpen welke kant op wil gaan. En ik ben het ook met u eens dat we houden ons hier intensief bezig met een kleine groep mensen, non-responders. Dat is vooral individuele zorg. Public health, als we het hebben over het perspectief van hepatitis B, dan denk ik dat hierin een beter vaccin niet het verschil gaat maken in de ziektelast die hepatitis B veroorzaakt. Dan moeten we kijken naar andere zaken. Even afhankelijk van in welke setting, Nederland of mondiaal. Dus het is vooral individuele zorg. Het raakt een persoon die wel of niet beschermd is, ook in termen als wel of niet een opleiding in zorg wel of niet kunnen doen. Het heeft in die zin minder een public health kant. Dat ben ik met u eens. Ja, dank u wel. Dat bevestigt ook wel mijn idee. Ik kijk even naar de voorzitter. Heb ik nog wat tijd? Want ik ben... Ja, er is zeker nog tijd. Oké. Dan wil ik graag met u naar een volgende vraag. Dat heeft te maken met de aanpak van non-responders. Dus u heeft vooral gekeken naar de mogelijkheid dan om alternatieve vaccins te geven. U heeft een prachtige trial uitgevoerd. Dat heeft ook wel wat opgeleverd, maar... ik vraag mij ook een beetje af of het toch uiteindelijk niet meer van hetzelfde is, terwijl het probleem ergens op een immunologisch vlak ligt. Ik ben geen immunoloog, dus misschien dat later nog te sprake komt wat dat precies is. Kijken naar andere vaccins niet meer van hetzelfde en moet daar toch niet op een andere manier naar gekeken worden of een andere aanpak komen? Wat zijn daar dan eventuele opties om daar anders mee om te gaan, bij die, met name die echte duidelijke non-responders? Oké. Meer van hetzelfde. Ik probeer te zoeken naar waar u precies op doelt. Maar kijk, ik ben het met u eens dat de strategieën die er nu zijn met vaccins, met andere adjuvantia of met een hogere dosering, dat als het ware is om toch op een sterkere manier het immuunsysteem te stimuleren om alsnog een reactie te krijgen. Gericht het probleem van de non-responder oplossen, volgens mij is daar nog onvoldoende kennis over om te weten wat maakt dat de non-responder niet reageert. Er zijn studies naar gedaan en we weten dat bepaalde ook genetische onderliggende zaken, HLA-typering, daarmee gepaard gaat. We zien het vaker bij mannen, vaker op hoge leeftijd. Maar het specifieke immunologische proces wat daaronder ligt, en als het ware dus meer gericht, als we dat zouden weten, daarop aangrijpen om het probleem op te lossen. Ik denk dat dat zou kunnen helpen om misschien ook dat een deel van de non-respons, want dat zagen we eigenlijk ook, dat degenen die al wat antistoffen aanmaken, die lijken vrij makkelijk alsnog wel bescherming te kunnen krijgen. Dus er is een groep waarbij het heel moeilijk is. En daar is de vraag, wat is specifiek het probleem? Ik denk niet dat we het antwoord nu al weten, dat een aanvullende meer immunologische studie die, er zijn tegenwoordig, ook dat is niet mijn achtergrond of expertisegebied, maar je kunt daar ongelooflijk veel onderzoek naar doen om te zien expressie van bepaalde cytokine. Ja, mijn vraag heeft ook een beetje de achtergrond van de huidige
issues die met COVID-19 en vaccinatie naar voren zijn gekomen. Daar is ook natuurlijk heel veel te doen rondom onvoldoende respons op het vaccin, wie wel of niet. Dus ik was eigenlijk een klein beetje benieuwd of daar een soort leermoment is, wat ook bij hepatitis B-vaccinatie van toepassing zou zijn. Kort antwoord gaan. Oké, ik denk het leermoment is dat we ons niet te veel bij hepatitis B op de vaccins moeten richten, maar veel meer moeten gaan naar de ziektelast van de chronische dragers en daar onze energie en tijd op moeten richten. Dat zou mijn leermoment zijn als ik kijk naar hepatitis B. De ziektelast is bijzonder klein in vergelijking met wat COVID-19 aan ziektelast met zich meebrengt. Goed, nou hartelijk dank voor interessante gedachtenwisseling en ik wens u sterkte bij de verdere verdediging en ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Richardus, voor uw oppositie. Dan gaan we nu naar de volgende opponent, die ook lid van de beoordelingscommissie is. En dat is professor Thiemen. En zij is hoogleraar Responses to Communicable Diseases in Global Health aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En u ook welkom vanuit Amsterdam, professor Thiemen. The floor is yours. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de kandidaat, allereerst ook mijn complimenten met dit proefschrift. Het past uitstekend in de langere rij van proefschriften over virale hepatitiden, waar uw begeleiders ook eerder aan mee hebben gewerkt. En vandaag is het eigenlijk een hele mooie dag voor u en voor uw begeleidingsteam. Maar ook een hele mooie dag voor onze beroepsgroep, de artsmaatschappij en gezondheid. Opnieuw een collega van ons die gaat promoveren. Ik ben daar heel erg trots op. En het is een hele mooie dag voor de publieke gezondheid. En omdat we vandaag natuurlijk niet ophouden met superlatieven, wil ik ook niet onvermeld laten dat de Wereldgezondheidsorganisatie op 2 augustus 2021, niet zo lang geleden, vaststelde dat Nederland en Italië de eerste landen zijn in de Europese ruimte die de validatiecertificaten mogen ontvangen voor het bereiken van de targets gesteld door de WHO voor het onder controle brengen van hepatitis B door immunisatie op weg naar een verdere eliminatie. Mooi compliment voor het Nederlandse vaccinatiesysteem en ook een mooi compliment voor onze uitstekende monitoring in Nederland. Die laat ook zien dat we in staat zijn via serosurveys het effect van vaccinatie op de epidemiologie in kaart te brengen, te meten, te rapporteren. Nou, gezien deze optimistische signalen die ik heel graag met u wilde delen. U hebt ook natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar hepatitis B vaccinatie en screening. En wil ik graag met u van gedachten wisselen over hoe u eigenlijk hepatitis B ziet als volksgezondheidsprioriteit de komende jaren. Hoe groot is dit probleem? Waarom is dit een groot probleem of niet? En voor wie is dit een probleem? Hooggeleerde opponent, dank voor uw mooie woorden. En wat betreft uw vraag, hoe ziet u het hepatitis B-probleem als public health probleem? Hoe groot is dit? En waar moeten we ons op richten? Ik vind de vraag nu moeilijker te beantwoorden dan voor corona. Zoals ik net al kort aangaf, wat betreft de ziektelast, valt de ziektelast van hepatitis B in het niet met wat corona betekent. Anderzijds, de ziektelast is relatief laag in Nederland, doordat we ook veel, we hebben een vaccinatieprogramma gericht op risicogroepen, op jonge kinderen. En tegelijkertijd zijn ook in de afgelopen jaren behandelmogelijkheden beter geworden. En ik denk dat er dus één punt is in de, met name in het hepatitis B-probleem, in mijn ogen wat nog onvoldoende nu aandacht krijgt, is toch die chronische dragers en die opsporen en in behandeling krijgen. En met name dan de groep met een migratieachtergrond in Nederland, dat is mooi in kaart gebracht. We praten over ongeveer 50.000 krap, waarvan 40.000 en 80% waarschijnlijk toegeschreven wordt aan personen met een migratieachtergrond. Dat is een hele grote groep. Als je dan ook bedenkt dat er niet echt een
een systematische een programma aanpak is op dit moment buiten het, de antenatale screening, waar iedereen in Nederland voor in aanmerking komt. Dus ook personen met een migratieachtergrond. Maar dat er niet gericht een programma is hierop, denk ik dat daar nog wel het vraagstuk ligt om verder op te pakken voor Nederland. En mijn aanbeveling zou ook zijn, kijk, we hebben in hoofdstuk 6 gekeken naar waar vinden we binnen SOA-polis, vinden we daar chronische dragers? Het antwoord is ja. Dat is in mijn ogen een eerste aanzet om, dat is ook een vrij makkelijke plek, daar wordt al gezocht naar hepatitis B, om dat ook te maximaliseren. Maar in mijn ogen moet het verder gaan dan dat. En daar heeft ook de Gezondheidsraad over geadviseerd om daar meer in te doen. Oké, dank u wel. Dan wil ik heel graag een van de paranimfen vragen om stelling, even kijken, 7 voor te lezen. Mag dat? Het streven naar een volledige risicoreductie is geen doel op zich in de infectieziektebestrijding, hetgeen nog wel eens botst met de publieke opinie. Dankjewel. Dit zijn wijze woorden. En ik vraag me af, als u net de vraag hebt beantwoord over hoe u eigenlijk hepatitis B als volksgezondheidsprobleem, individuprobleem ziet, staat deze stelling nog? Kijk, inderdaad, ik ben arts maatschappij van gezondheid van achtergrond. Dat maakt ook dat ergens het ook ging of wringt om te zeggen, we moeten op zoek gaan naar die laatste 5% mensen bescherming geven. Inderdaad, in de loop ook van de studies die ik heb gedaan, realiseerde ik mij ook dat ik me eigenlijk moet richten op andere aspecten. En om even weer een stap naar achter te zetten en alleen naar hepatitis B te kijken, zitten we daar goed genoeg? Of is er meer nodig? Opnieuw, ik denk nog steeds, er zijn goede behandelmogelijkheden. Daarmee is elke complicatie hierin is goed te voorkomen. We hebben een goed zorgstelsel. Dus in die zin denk ik dat niet is naar het maximale nulrisico gaan, maar eigenlijk gewoon naar bazaal goede zorg leveren in Nederland voor alle personen. En dat we daar nog wel stappen in te maken hebben. Op het gebied van mijn onderzoek naar vaccinatie en daar de optimalisatie in, ben ik met u eens dat we al heel ver staan. En die laatste procenten die wringen, want dat gaat ten koste van middelen en tijd die ook in andere zaken gestoken kunnen worden. Ja, dankjewel. Ik vind het een heel mooi antwoord. Ook omdat u hierbij een hele perspectief betrekt van de artsmaatschappij en gezondheid. Mooi om te horen. Dan kijk ik even naar meneer de prorector. Heb ik nog tijd voor één korte vraag? Zeker. Oké. Dan wil ik met u meegaan in uw aanbevelingen met betrekking tot screenen en opsporen van mensen met een migratieachtergrond. En u stelt terecht dat er veel is natuurlijk gedaan op basis van het advies van de Gezondheidsraad in verschillende grote steden om deze mensen op te sporen en in het behandelcircuit te krijgen. Maar dat is gebleven bij pilots. Hè? En dat is natuurlijk heel erg frustrerend. En het is ook weer laaghangend fruit dat volledig geplukt zou kunnen worden, mits dit verder doorgepakt wordt. Nou, daar hebt u geen onderzoek naar gedaan, maar omdat u al zo goed in de materie zit en zo breed kijkt, vraag ik me af, hebt u al ideeën over wat daarvoor nodig zou zijn? Waarom lukt het ons niet? En wat kan de GGD en wat kan de artsmaatschappij en gezondheid met kennis van deze ziekte hierin betekenen? Goed, wat betreft het opsporen van chronische dragers in migrantengroepen, ik heb daar inderdaad over nagedacht. En ik denk dat er zijn kortweg 4 manieren om dat aan te pakken. Opportunistische screening, bij de SOA-polis één voorbeeld van. Outreach projecten kun je doen. Grootschalig is een variant. Of gecombineerd met huidige bestaande, nu al screeningsmogelijkheden, bijvoorbeeld gecombineerd met TBC-screening. Als we het hebben even over die grootschalige
aanpak. Ik denk dat er twee belemmeringen waren tot nu toe. Eén, financiële middelen. En twee, mag het wel ook in het kader. Na 2016 is er gezegd, mogelijk valt het onder bevolkingsonderzoek. Grootschalig screenen naar mogelijke maligniteit. Dat moest opgehelderd worden. Dat is ook uitgesproken door de Gezondheidsraad. Nee, dit valt niet onder bevolkingsonderzoek. Je bent primair bezig met het opsporen van chronische dragers. Maar dat maakte wel dat daar dus vertraging in zat om op te pakken. Die barrières zijn weg. En ik denk nu, wat je ziet en wat ook corona heeft laten zien, is dat je ook juist in deze groepen, die zijn niet makkelijk te bereiken. En de expertise die we nu ook opbouwen met het in de wijk vaccineren, contact hebben met sleutelpersonen om als het ware daar een voet aan de grond te krijgen, dat zaken zijn om ook te gebruiken en dat voor het bekendmaken van meer grootschalige opsporing. Anderzijds, als je kijkt naar migrantgroepen, en er is ook mooi onderzoek gedaan, ook nog recent, in de Marokkaanse gemeenschap, via responder-driven sampling gekeken, wat zijn nou de behoeften van een groep die moeilijk te bereiken is, eerste en tweede generatie, migranten met een afkomst vanuit Marokko, dan zie je dat die huisarts daar een belangrijke rol speelt en ook het persoonlijke contact. En dat maakt dat je dus ook dat soort kennis moet meenemen in het opzetten van een programma en het kenbaar maken. Je zult dus ook die huisarts, die het al ongelooflijk druk heeft, toch moeten zien dat het kan wel een ingang zijn, omdat daar meer dan de GGD, in ieder geval ook in die Marokkaanse gemeenschap, werd gezegd, dat is de eerste persoon waar we naartoe gaan, niet de GGD. Dus dat zijn allemaal zaken die we moeten meenemen. En ik denk ook dat die eerdere onderzoeken hebben laten zien dat je je dus niet met één plan kan richten op deze hele groep. Die is te divers. Maar er is ongelooflijk goede kennis van. En ook al eerder. De Turkse gemeenschap is de grootste in Nederland, met een relatief percentage dragers. Daar is ook al goed onderzoek gedaan wat er nodig is. En dan denk ik dat juist het screenen bij SOA-polies misschien minder aan de orde is. Al die kennis moet je meenemen. Maar ik denk eigenlijk, de barrières zijn weg. En als de financiële middelen er van VWS zijn, dan, ja, wat mij betreft, kunnen we dat dan ook gaan uitvoeren. Dank u wel, meneer de kandidaat. En ik ben heel tevreden met uw antwoorden. Ik geef het woord terug aan meneer de prorector. Dank u wel voor uw oppositie, voorzitter Thiemen. Dat was een lang antwoord op een korte vraag. We gaan snel door naar de volgende opponent. Dat is professor Masclee. Die is hoogleraar maag-darm-leverziekte in ons academisch centrum Maastricht UMC+. En ook secretaris, waarvoor ik me zeer dankbaar ben. Dank u wel, meneer de prorector, meneer de kandidaat. Ik wil u ook complimenteren met een heel mooi proefschrift, klinisch relevant. Ik heb er veel van geleerd ook. Ik wil ook uw promotieteam, vier leden, complimenteren, feliciteren. En ik wil ook graag verder gaan met hoofdstuk 4. Ik vond het een prachtig hoofdstuk, groots opgezet, de Mars-Control Trial. Heel veel patiënten geïncludeerd, ook qua design zag het er fantastisch uit. Dus echt heel mooi. En ik wil toch nog maar naar een paar methodologische aspecten kijken. Op de eerste plaats, de industrie was sponsor van het onderzoek. En dan is het toch bijzonder dat je eigenlijk in een competitief onderzoek, waarin je eigenlijk verschillende middelen met elkaar vergelijkt, toch de industrie bereid vindt om erin te participeren. Dus wat was uw geheim om ze binnen te halen? Hooggeleerde opponent. Dank voor uw complimenten. En wat betreft uw vraag, dit was een head-to-head trial van verschillende middelen, ook vanuit de industrie. Ik ben het met u eens dat ik ook niet helemaal had verwacht dat dit zou lukken. Ik denk ook dat het tegelijkertijd laat zien. En dit is een heel lastig spanningsveld, dat enerzijds het hebben van contact met industrie nodig is, en tegelijkertijd wil je wel de wetenschappelijke integriteit hebben, dat je de vragen die je stelt en de antwoorden die daarop volgen ook kunt uiten.
Ik weet dus ook niet helemaal wat het geheim was. Mogelijk geloofden beiden ontzettend in hun eigen middel en hadden het idee, dat komt wel goed. Maar ik denk wel dat zonder die, in ieder geval was het voor mij op dat moment niet mogelijk om de studie anders uit te voeren. Dus het was wel een partner die we nodig hadden. Ja, maar zo is eigenlijk ook wat je wil, dat, zeg maar, dat alle partijen op zo'n manier eigenlijk samenwerken. En dat dat tot zo'n mooie resultaten leidt. Het is ook een prachtige publicatie, een hoog impact tijdschrift. Alle complimenten daarvoor. U was ook bijzonder succesvol, omdat er zo weinig uitval was in de studie. En wat is uw geheim daarvoor? Ik denk dat daarvoor niet zozeer de credits liggen bij het geheim of ik denk dat we te maken hadden met een non-gesponden groep die gevaccineerd wilde worden. Sowieso, ze deden mee aan een trial. Dus in die zin zat er al wat intrinsieke motivatie in. En zij hadden ook een belang bij toch een goede bescherming krijgen. Ja. Dit waren groepen die werden geworven bij met verschillende achtergrond. Reizigerspoli, maar ook vanuit SOA-polies, waar ook risicogroepen gevaccineerd worden, of gezondheidswerkers. Ja, ik denk dat het dus ook dus intrinsiek deze personen graag wilden om goed beschermd te zijn en daar ook aan mee wilden doen. Anderzijds, wat wel zeker waar is, is dat ook de betrokkenheid van de onderzoekers ter plaatse ook heel bepalend is voor het succes om mensen mee te nemen. Ik was onder de indruk van ook de pogingen die werden ondernomen om iemand die niet kwam toch nog te bereiken. Dus ook dat is een compliment voor de organisaties en voor de partijen die meegewerkt hebben. Ja, en gemotiveerde patiënten dus. Ja. Gemotiveerde deelnemers, moet ik zeggen. Oké. Dan nog iets verder naar de methodologie. Heel mooi, zeg maar, placebo gecontroleerd, maar niet dubbel blind, omdat de behandelaren en de deelnemers niet geblindeerd waren. Als u dat nou opnieuw zou doen, zou u dat dan wel doen? En wat was de reden om die groep niet te blinderen? Zou ik het opnieuw... De overwegingen, ideaal gezien had ik het gedaan. Had ik gezegd, dit doen we dubbelblind. Tegelijkertijd hadden we te maken met niet de luxe van een academische setting waar het gebruikelijk is om dit soort onderzoek te doen. Maar zijn het GGD-praktijken. En was ook eigenlijk de randvoorwaarde, laat het aansluiten bij de praktijk. We hebben het revaccinatieschema daarop aangelaten sluiten. Dus ik denk dat... het was concessie doen naar ook die haalbaarheid daarin. Ik had het graag wel gewild, want ook sommige eerder, je merkte wel, er was toch soms wat lichte voorkeur voor bepaalde vaccins. Dat is zo. Dat neem je weg. Een eventueel effect daarvan, als je dubbelblind bent, heb je niet. Nee, ik snap het dat dat ook een pragmatische reden is, want dat had de studie heel veel meer complexer gemaakt. In de discussie zegt u iets over detection bias. En ik zeg dat was aan de kant van de onderzoekers. Maar dat was dan wel aan de kant van de patiënten. Die wisten eigenlijk, of de deelnemers, die wisten wat ze kregen. En als je nou dat middel Vendrix kreeg, dan kon je ook al lezen waarschijnlijk dat je misschien wat meer bijwerkingen zou hebben. Maar ook misschien een hogere kans op een respons. Dus dat heeft misschien ook wel in de rapportage van die bijwerking nog wel invloed gehad. Het is zo dat als je kijkt naar de bijwerkingen, dan valt het op dat Vendrix daarin meer lokale bijwerkingen geeft. Het is zeker waar dat, doordat het dus niet dubbelblind was, mensen wisten wat ze kregen, wisten ook, ik weet niet wat er altijd bij is verteld op het moment dat een vaccin werd gegeven, maar dat kan zeker een rol hebben gespeeld in die ervaring. Pijn, er zit een subjectief aspect in en dat kan zich op die manier ook vertalen. Overigens is het wel ook bij eerdere studies ook gezien. Ik weet niet of dat dubbelblind waren, maar het is wel iets wat consistent is. Dus in die zin kan het een rol hebben gespeeld, maar was het niet dat we het nu... of dat het opviel in vergelijking met de overige literatuur die we kennen over Vendrix.
Even dan, zeg maar, wat zijn de impact van uw onderzoek op de klinische praktijk? En dan specifiek op hoofdstuk 4? Ja. Dat is een... stelling aan gewijd? Excuus, het laatste. U heeft ook een stelling aan gewijd, volgens mij. Stelling 3, dacht ik. Ja, nee, zeker, zeker. Nee, dat is absoluut waar. En dat is ook precies de reden waarom het zeggen wat is de impact. De impact wordt dus nu belemmerd door dat het off-label nog steeds is. Ja. En dat maakt het toch lastiger om het breder te gebruiken. De prijs ligt hoger. Dat kan zeker in public health programma's is ook een aspect dat je mee moet nemen. Misschien gaan uw resultaten er wel bij helpen om dat alsnog voor goed te krijgen. Het was ons, dat ook binnen de poging is om dat zeker zo te laten zijn. Ja. Oké, meneer de rector, nog tijd voor een korte vraag. Als u een korte vraag stelt en de kandidaat ook een kort antwoord geeft, dan kan dat. Ja, dus even over dat laaghangende fruit nog. Want ik heb dat, zeg maar, over stelling 4. Want ik heb dat op een iets andere manier naar gekeken. Ik dacht, dan gaat het over. Zeg maar het opsporen van de risicopersonen in hoofdstuk 6. En dan bent u eigenlijk vanaf 2016 via die SOAPOLIS minder gaan testen. En dan zeg je, toch is eigenlijk de opbrengst nog hetzelfde gebleven. Dus we zeggen, ja, dan heb je eigenlijk alle fruit al geplukt. Dan is er uit die SOAPOLI gehaald wat er uit te halen valt. Zo heb ik het dan gekeken. Op de vraag... Ja, nee, het is terecht. Er is natuurlijk heeft een verschuiving plaatsgevonden in het testbeleid. We zijn meer ons gaan richten vanaf 2014 op. Dus dat niet iedereen standaard hepatitis B werd getest, maar meer specifiek de hogere risicogroepen. We zien eigenlijk volgens mij dat we nog steeds dan een goede groep blijven bereiken. Ja. Het lastige is wat we niet goed hebben kunnen doen, is worden er mensen gemist op die SOAPOLI? Ja. Als we dat daar, en dan heb je namelijk ook de vaccinatiegegevens nodig, hadden we die gehad? Want als mensen niet getest werden, maar wel tot een risicogroep behoorden, en zij waren gevaccineerd. Het antwoord is duidelijk. Okay. Ik geef graag het woord terug aan de rector. En hartelijk dank voor de prettige discussie. Dank u, professor Masclee, voor uw oppositie. Dan gaan we nu naar de volgende opponent, dat is dokter Oude Lashoff. Die is internist-infectioloog aan de afdeling medische microbiologie van ons MUMC+. Hartelijk dank, meneer de prorector. Meneer de kandidaat, ik wil ook u en uw promotieteam van harte feliciteren met het fraaie boekwerk wat u heeft gemaakt. En natuurlijk heb ik daar ook een aantal vragen over. Ik wil ook naar hoofdstuk 4, zoals de vorige opponent al. Het prachtige superioriteitsstudie, ik vind hem echt fantastisch. Toevallig hadden wij aansluitend aan studie hebben wij lokaal samen met België een onderzoek gedaan bij non-responders. We hebben een adjuvant toegevoegd aan een van de controlearmen, aan HBVAX Pro 10. Wij zagen in onze studie dat bij deze non-responders een opmerkelijk hoog percentage van de mensen die HBVAX Pro 10 zonder adjuvant kregen, 79% had een respons. En een van uw promotoris, en ik zal niet zeggen wie, die heeft mij ooit gezegd, HBVAX Pro 10 is eigenlijk een beetje potenter dan Engerix. U heeft in uw studie als controlearm eigenlijk niet één controlearm. U heeft twee controlearmen die u heeft gecombineerd. Want u heeft gezegd, Engerix mensen mochten worden geïncludeerd en mensen die HBVAX Pro 10 kregen. Nu kan ik uit uw studie wel zien wie in de primo vaccinatietraject HBVAX Pro 10 of Engerix hebben gekregen. Dat is ongeveer 1 op de 3 en op de andere 3,5. Maar in de studie die u uitgevoerd heeft, zie ik dat niet. Dus ik ben heel benieuwd, heeft u daaraan gekeken en wat waren daar de resultaten van? Zeer geleerde opponent. Dank voor uw mooie woorden en ook uw vraag. Daar hebben we naar gekeken. Discussie ook over gehad. Kun je de groepen samen nemen of niet? De resultaten van die twee groepen, als je ze als het ware als twee separate armen zou bekijken, de groepen werden kleiner en daarmee werden de verschillen die gevonden werden, waren niet significant verschillend.
Ja, we hebben daarnaar gekeken. Ons realiseren dat een mogelijk verschil zou kunnen zijn, maar dat zagen we niet. Nogmaals, het was geen verdeeld. Dus nu is het wel zo dat ook... er zijn wel ook studies gedaan naar Engerix en HBVAX-groep 10. Met elkaar vergeleken. Of de verschillen ongelooflijk groot zijn, weet ik niet. Ik was overigens ook... ik vond het opvallend. 80% is hoog. Ja. En zeker... Ik zag ook dat u ook heeft gekeken naar de hoogte van de titer in baseline. En dat waren toch vaak lage mensen. Een groot deel zat waren die toch die echt zero responders. Dus opvallend. Dat is daarom mijn vraag aan u. Dus u zag geen verschil tussen de twee armen die samen de controlegroep vormen? Nee. Nu we het toch hebben over die, waar u al naar refereerde, de verschil in respons, maar ook in het verschil van uitgangspunt. U heeft duidelijk aangegeven, je hebt zero responders en poor responders. En als ik even heel banaal zeg, uw studie heeft volledig het effect bereikt op basis van de zero responders. Want mensen die boven de 1 en de 10 zitten, maakt het eigenlijk niet uit wat je geeft. Mag ik dat zo zeggen, vindt u? We hebben de groepen uitgesplitst en dan zit daar inderdaad het verschil wordt gemaakt door de vaccins bij de zero responder groep. We hebben de studie niet primair zo opgezet, dus we hebben daar niet aanvullend op getoetst. Maar ik ben het met u eens dat... ik ben het met u eens. Ja. Dat is heel fijn, dank u wel. Daarin zeg maar zo voorbedurend, als nou iemand van zeg 19 jaar, een jonge man die absoluut gezond is, non-responder blijkt voor hepatitis B en een poor responder is hè, met een titer zo van 7, die moet nu met weinig geld opnieuw gevaccineerd worden. Wat adviseert u dan? Dan zou ik een standaard vaccin adviseren. Ik zou het mooi vinden om op basis van de resultaten uit hoofdstuk 5 te kijken, kunnen we ook dat een meer gedifferentieerd beleid gaan toepassen. Mm-hmm. Omdat ik verwacht dat het inderdaad bij heel veel personen dan met één revaccinatie, en dat hoeft per se niet het potentere vaccin te zijn, we toch goede resultaten zullen bereiken. Mag nog één klein vraagje daarop? Is het zo dat u zegt, ik zou het zo gewoon het standaardvaccin geven. Waarom zou u dat niet doen en waarom niet Vendrix bijvoorbeeld? Omdat je praat over toch het geven van een off-label vaccin dat duurder is. Dus daar zit al een afweging. En je moet dus ook verantwoorden waarom je off-label gebruikt. En ik denk dat in dit geval... stel dat daar toch een gekke bijwerking uit naar boven komt. Dan wil je daar een goed verhaal tegenover kunnen hebben staan. En dat zou ik meewegen in mijn advies hierover. Oké. Kijk nog even naar de prorector. 1 minuut. Kort vraag, kort antwoord. Het nadeel is dat iedereen 7 maanden moet wachten na het starten van vaccinatie voordat je nu weet wat voor titer je hebt. Dat is wat we normaal gesproken doen bij de beginmensen. Als ik nou ga reizen en ik wil toch graag snel respons, wat adviseert u dan? Heeft u alternatieven? Er zijn versnelde schema's sowieso, dus dat zou een optie kunnen zijn. Dat die als het ware binnen 3 weken een vaccinatie geeft, natuurlijk wel. Dan moet er nog een booster na een jaar volgen voor die langdurige bescherming. Dat zou kunnen. Ons meer richten op de resultaten in de studies die we hier laten zien. Dan zie je wel dat de percentages hoger liggen van onder andere Vendrix HBVAX-groep 40. En ja, dan zou je ook daarvoor kunnen kiezen om te zeggen, nou ja, als er tijd is voor 1 of 2 vaccins, dan doe dat. Maar ik denk dat die versnelde schema's in de reizigerszorg, ik heb ze niet paraat wat daar de percentages zijn, maar ik denk dat dat eigenlijk een goed alternatief zou zijn. Hartelijk dank, ik geef het woord terug. Dank u wel. Dr. Oudelassa voor uw oppositie. Dan gaan we nu naar de volgende opponent, dat is dokter Van Loo. Zij is arts-microbioloog, ook aan de afdeling medische microbiologie van ons MUMC+. Dokter Van Loo. Ja, dank u wel voor het woord. Meneer de kandidaat, ook ik mag hier u een aantal vragen stellen over het proefschrift.
Ja, als eerste wil ik me natuurlijk aansluiten bij alle felicitaties die al gedaan zijn. U heeft een heel mooi boekje geschreven en ook uw commissie wil ik bedanken. Het zal u niet verbazen, ik wil graag een paar laboratoriumgerichte vragen stellen. En de eerste die gaat eigenlijk over de methode in hoofdstuk 2. Daar heeft u aanvullend getest bij de groep die gevaccineerd werd tegen hepatitis B. En u heeft gekeken naar de HBSRG en de anti-HB-core bij deze groep. Tenminste, zo staat het in de methode. En u definieert dan de groepen als volgt. Bij een HBSRG-positieve uitslag zegt u, dit zijn personen die hepatitis B-drager zijn. Of in ieder geval het virus bij zich hebben. Dat vind ik logisch. Daarnaast zegt u, als deze personen anti-HB-core zijn, dan beschouw ik ze als immuun. En gaat u niet verder met vaccineren. Ik vroeg me af of er ook gekeken is naar anti-HBS in deze groepen. Het staat niet beschreven. Maar het heeft wel, het is wel van invloed over, op de resultaten, denk ik. Zeer geëerde opponent, bedankt voor complimenten en uw vraag. Dit was een programma dat plaatsvond onder personen die drugs gebruiken. En daar is vanuit een public health perspectief gekeken of, om, het, om vaccinaties en eigenlijk om de immunisatiegraad te verhogen binnen die groep. Daar is niet standaard een anti-HBS-titer bepaald bij mijn weten. En aangeven als anti-HB-core positief is dat u dan immuun bent. Ik ben het met u eens, dat is een beetje kort door de bocht. Er bestaat ook zoiets als de core-only positieve, waarbij je het ook een fout positieve uitslag kan zijn. Het kan ook zijn dat personen inderdaad core-only zijn, maar goed, dan heb je al het hele spectrum bepaald en dan is anti-HBS bepaald maar negatief, omdat het een lange infectie is en verdwenen is. Dus op het moment. Dus vanuit een individueel perspectief zou ik zeggen, ik ben het met u eens, dan moet je het hele, alles testen om te weten waar kijk ik precies tegenaan. Vanuit een public health perspectief in het verhogen van de immuniteitsgraad en het effectief inzetten, moeten we wel niet vaccineren, was dit bij mijn weten de uitkomst. Ja, uiteraard. Over het hele cohort heb je natuurlijk over een hele kleine groep. Dan ben ik het wel met u eens, maar de definitie aanhouden was ik het niet helemaal mee eens. Het tweede hoofdstuk waar u naar een aantal testen kijkt, dat is hoofdstuk 3. En in hoofdstuk 5 vergelijkt u eigenlijk de accuratesse van de titerbepalingen binnen verschillende testen. Als ik het goed samenvat, zeg maar, zijn er eigenlijk twee testen, de AXIS-test en de Advia Centaur, die eruit vallen, om het maar even zo te zeggen. En die wat lagere titers rapporteren dan de andere testen. Wat zou uw advies nu zijn? Wat zou het advies zijn? Ik denk dat in hoofdstuk 3 de access zit lager en die en de architect is zit lager, maar met name rond de afkap van 100. Die laatste uitkomst vind ik minder problematisch. Want voor ons de meest klinisch relevante uitkomstmaat is toch die 10. Nu is wel de vraag wie heeft gelijk. Dat wordt arbitrair. Hebben wij ook aangegeven wanneer de meerderheid, 4 zegt, dan van de 6 zit met dit sample erboven. Dan zeggen we dus dit sample hoort eigenlijk boven de 10 afgegeven te worden. En dan valt inderdaad die access daarbuiten. Het advies, het is vind ik lastig om te formuleren van moet je het dan niet gebruiken. Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat er dus verschillen kunnen bestaan tussen essays. Gelukkig, en dat is ook aangegeven in het artikel, je zit daarmee aan de defensieve kant. Het betekent dat mensen meer vaker gevaccineerd zullen worden. In vergelijking met als iemand door een ander SC getest was met datzelfde sample. Het is een SC dat niet veel gebruikt wordt in Nederland. Nee, dat klopt. Voor zover ik het weet.
Ik vroeg me af, in hoofdstuk 3 heeft u het inderdaad ook over de advocaatwaarde van 100. Ziet u daar nog een zeg maar, meer klinische toepassing voor? Want we hebben het best wel gehad over in de vorige gesprekken over die advocaatwaarde van 10. Zou het zeg maar, bijvoorbeeld voor de langere termijn bescherming nuttiger zijn om naar een titel van 100 te kijken? In principe is gekeken naar de lange termijn bescherming bij ook die afkap van 10. Er zijn landen om ons heen die toch de waarde van 100 aanhouden voor lange termijn bescherming. En zelfs daaronder soms een beleid met een booster adviseren. Mm-hmm. Dus wat ik ervan weet is die 10 goed genoeg. Wanneer we nu aankomen op een groep die zeer de lange termijn bij de groep die... U mag uw antwoord afmaken. U mag ook zeggen genoeg is genoeg. dan zeg ik genoeg is genoeg. Dank u, dokter Van Dol, voor uw oppositie. Meneer Raven, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. En de commissie, de promotiecommissie gaat zich nu terugtrekken voor beraad over de kwaliteit van uw verdediging en over uw proefschrift. En ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad hier af te wachten. En daarmee schors ik de vergadering. Ja, is voor je orator. Ja, oké. Okay. Misschien nu even voor mijn haren. Kleine huishoudelijke mededeling. Jullie mogen trouwens nu Stijn even feliciteren totdat de commissie terugkomt. Dat mag. Maar dat mag ook zo meteen tijdens de receptie. En dat is op het Vrijthof in Grand Café Soiron, Vrijthof 18. Wij moeten straks, als de commissie klaar is, moeten wij nog heel even wachten. Maar dan kunnen jullie al doorlopen naar de locatie van de receptie. Dus dat wou ik heel even zeggen. En ja.
Ik heropen de zitting. En meneer Raven, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat verdedigd heeft. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Hoebe is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u je aanzetten? Zo ben ik wel te verstaan. Ja, dat is duidelijk. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Constantijn Frederik Hendrik Raven, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd. Dokter Stijn Raven, dat klinkt lekker. Het zit erop. Lekker, hè? Ja. Hey, uitstekende verdediging. Echt alom genoemd dat je boven de stof stond. Dus enorm gefeliciteerd met deze prachtige titel en het bereiken van deze mijlpaal in je leven. Ik ben natuurlijk enorm blij en trots dat je hier dit hebt gepresteerd. Enorm gefeliciteerd en dat doe ik natuurlijk ook mede namens het geweldige promotieteam. Leo Visser, Jim van Steenbergen, Janine Houtvast. En natuurlijk betrek ik bij die felicitaties ook heel graag mevrouw Colette, de familie, vrienden, kennissen, collega's, ook de mensen die thuis zitten te kijken. Enorm goed gedaan, enorm knap. En zoals je zelf zei, is hiermee eigenlijk ook de cirkel met Maastricht rond. Want na 23 jaar geleden stond je hier aan de deur in die zin te kijken of je hier de opleiding geneeskunde kon gaan doen. En je werd helaas uitgeloot. Kwam één deur verder terecht in België, in Leuven. Maar toch, nu terug bij je proefschrift. Je hebt een prachtige thesis opgeleverd. Hè, met aandacht voor allerhande praktijkvragen uit het domein van de arts, maatschappij en gezondheid. Uit de publieke gezondheidszorg, zoals net al gememoreerd. Met 6 hoofdstukken. Nou, prachtige hoofdstukken waarvan er al 4 gepubliceerd zijn. En ik verwacht dat die andere 2 ook snel zullen volgen. En natuurlijk met jouw unieke studies hebben we resultaten en nieuwe inzichten gekregen die we ook weer van invloed zijn op die praktijk. Hè? De impact die we uiteindelijk graag willen hebben, dat datgene wat we dan ook in de wetenschap doen, dat dat ook uiteindelijk tot praktijkzaken leidt. En wat dat betreft wel een bijzondere observatie dat gedurende de tijd dat jij nu bezig bent geweest met hepatitis B, het aantal hepatitis B gevallen meer dan gehalveerd is. Dus misschien heb je daarmee buiten wetenschap ook in de praktijk al heel veel effect gehad. Of is dat toch meer een ecologische bias die we hier zien? Je werk is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven, ook in het werk in het GGD-veld. Je werd natuurlijk al gewaardeerd om de studie die je bijvoorbeeld presenteerde op de Transmissiedag. Je ontving toen de Jim van Steenbergenprijs. Nou, natuurlijk extra leuk omdat meneer Jim van Steenbergen ook nog in je promotieteam zit. En dat is het natuurlijk ook. Hè, dat die responsstudie is natuurlijk ook wel een beetje het kroonjuweel van jouw proefschrift. Met een prachtige plek in het prestigieuze Lancet Infectious Diseases. En dat begon eigenlijk ook allemaal op het RIVM. Hè. Tijdens een stage, tijdens de opleiding tot arts MRG. Is er altijd zo'n vraag, en Jim stelde die aan jou, van ja, er zijn een aantal van die openstaande vragen. En een van die vragen was,
Je hebt hier nu een paar weken. Kun je even het antwoord verzinnen op die non-respondersvraag? Want die ligt toch altijd maar. Nou, dat was natuurlijk wel een reden om even in de literatuur te duiken door jou. En toen kwam je er in ieder geval achter dat er niet een effectieve oplossing was die in die zin prospectief uitgezocht was. Nou, dat was natuurlijk het zaadje wat geplant werd om uiteindelijk geen antwoord in een paar weken. Maar het werd in een paar jaren uiteindelijk om het antwoord te vinden. Want het organiseren van die studie, dat was bepaald geen sinecure. Vooral die grote studie, multicenter studie, was een heftig traject. Dat natuurlijk uiteindelijk ook veel langer duurde dan dat wij ooit zelf hadden gedacht toen we eraan begonnen. En het ook eigenlijk wel wat groter werd dan een GGD-regio-project zoals we daar in eerste instantie ook de financiering voor kregen. Het was ook een administratieve achtbaan. Je had opeens te maken met alle zaken die te maken hebben. Niet alleen maar met primaire medisch-ethische toetsing, met CCMO en alle zaken die onder een geneesmiddelentrial vallen. Maar ook het off-label gebruik, registratieprogramma, wat allemaal in orde moest zitten voor die randomisatie. En daarna nog een keer die data fair. Dat is een afkorting van op een nette manier. Je data publiek maken, openbaar maken, wat daar allemaal nog bij kwam kijken, was natuurlijk een enorme achtbaan. En 16 deelnemende instellingen die meededen. Nou, dat was geen sinecure. Enorm knap. Ik wil toch even de recruteerkampioenen noemen hier. Dat is toch op plaats nummer 3 was het de GGD Gelderland. Op plaats nummer 2 was het de GGD Rotterdam-Rijnmond. En op 1 was het East Travel Clinic in Maastricht, die maar liefst een kwart van de inclusies deed. Nou, alle 16 instellingen natuurlijk enorm bedankt voor die recrutering, want dat werd al aangehaald. Natuurlijk was het enorm belangrijk. De mensen die ook op die plek zaten, de patiënten deden mee, maar ja, ook dat recruteren was natuurlijk enorm belangrijk. En ook om die mensen er steeds weer bij te houden, was je in staat om voortdurend weer interessante nascholingsbijeenkomsten te organiseren met interessante thema's waar al die mensen die meededen met jou in die studie aan deelnamen. Ja, omdat het steeds elk jaar weer doorschoof, werden dat er ook steeds meer. Dus dat was heel mooi. Stijn, je bent een echte doorzetter. Je hebt ook een echte verbinder getoond. Je pakt het altijd planmatig aan, heel precies. En behalve dat het natuurlijk een enorme klus was, al die participerende GGD en travel clinics, verbond je eigenlijk in dit onderzoek ook nog eens 3 academische werkplaatsen. Wat natuurlijk ook eigenlijk heel bijzonder is. Het is en die zitten er hier ook allemaal eigenlijk als representant. Hè, Leiden, de academische werkplaats in Leiden, de academische werkplaats in Nijmegen en die in Maastricht. En ja, ook dat is natuurlijk enorm mooi. Want jouw onderzoek is eigenlijk ook een schoolvoorbeeld van verbinding tussen praktijk en wetenschap in die publieke gezondheidszorg. Ook complimenten aan de GGD West-Brabant. Niet door het meeste recruteren, maar wel om het feit dat ze jou al die tijd die mogelijkheden hebben gegeven. Eigenlijk om dit GGD-wetenschappelijke werk ook te doen naast je werk. En ook de laatste tijd werd het natuurlijk af en toe best wel lastiger. Je moest het meer in je vrije tijd doen. En tegelijkertijd heb je er nog wat andere taken bij gekregen. Je bent vader geworden. Dat was natuurlijk in eerste instantie in maart 2019. Kwam daar prachtige dochter Mirte aan. En recent is daar natuurlijk je zoon Thomas aan toegevoegd. Ja, en door de kinderen werden natuurlijk niet alle nachten meer slapend doorgebracht. Dat was je wel gewend, maar dat was nu niet meer door de forensische geneeskunde. Ja, en dan is het natuurlijk ook nog coronatijd geweest en werden snotterende baby's wel eens van het kinderdagverblijf of van de kinderopvang geweerd. Ja, en dan was een geplande onderzoeksdag, kreeg een andere dynamiek in ieder geval. Dus enorm knap om juist in deze tijd, de afgelopen tijd, focus te houden en ondanks die drukke werkzaamheden die je natuurlijk hebt, uiteindelijk ook koers te houden. Met 2 werkgevers, ook nog Utrecht, GGD Utrecht en het RIVM, waar je natuurlijk bij bent, om dan tijd te vinden om dat proefschrift af te maken. En dat tijdens de COVID-pandemie is echt petje af, enorm knap. Dus alle complimenten daarvoor. Ik ga aan het einde komen van mijn laudatio, Stijn. Ik heb je leren kennen als een slimme, enthousiaste, integere, hardwerkende en conscientieuze collega. Ik heb onze samenwerking als enorm plezierig ervaren. Ik denk dat ik dat namens het hele team mag zeggen. Je bent buiten je promotietraject ook nog eens enorm bezig bij je geweest. Hè? Ik kwam je natuurlijk tegen in het ABR
cross-border project Eye for One Health. Presentaties op heel veel verschillende congressen. Je deed een big data project om outbreaks te voorspellen, om er maar een paar te noemen. Maar dan heb ik er nog een hoop vergeten. Allerlei onderzoeken die ook weer terug te vinden zijn in het lijstje, buiten de artikelen eigenlijk in dit proefschrift. Dus diep respect voor hoe je al die ballen voortdurend weer in de lucht houdt. Hopelijk blijven we gewoon lekker samenwerken op het gebied van onderzoek. Maar voor nu vooral even pauze. Lekker genieten van je gezin. Enorm gefeliciteerd nogmaals met deze mijlpaal en geniet ervan. Dr. Raven, namens de Universiteit van Maastricht wil ik u ook van harte feliciteren met uw behaalde dokterstitel. We hebben de prachtige verdediging gezien. Heel blij zijn we altijd weer met elke nieuwe promovendus aan onze nog jonge universiteit. En in de felicitaties neem ik natuurlijk ook uw promotieteam mee. Professor Hoebe, professor Visser, dokter Houtvast, dokter van Steenbergen. En natuurlijk uw partner, kinderen, familie en vrienden die hier allemaal aanwezig zijn op deze hybride bijeenkomst. Dank aan de opponenten voor hun harde werk om deze verdediging voor te bereiden. En natuurlijk dank ook aan Luc Peters en de Padel die dit soort bijeenkomsten mogelijk maakt. Ik wens u een fantastische carrière verder toe. Ook een hele fijne dag. Het kan weer eventjes. De horeca is weer een beetje open. En ik mag u dit boek even overhandigen namens de universiteit. Als aandenken. Er zit ook een Engelse verklaring in dat u echt gepromoveerd bent. Ik wens u alle goeds toe. Ik ga bijna sluiten. Nog even de vraag aan het publiek. De receptie is buitenshuis, hebben we begrepen. Dus de vraag aan het publiek om alvast richting die kant te gaan. Althans deze zaal te verlaten. Wij gaan met dit team nog een foto maken met onze online opponenten. Dus de fotograaf. Verzoek je nog even te blijven. Als we dat gedaan hebben, maken wij bij de trap nog even een foto. Wat de laatste jaren ook zo is. Dat alles gezegd hebben, wens ik jullie allemaal een fijne dag toe. Een goed weekend. En sluit ik deze vergadering.